Ik heb er zoveel zin in en ik ben zo vrolijk. Fien, omdat we bijna op vakantie gaan. Dat is ook ja, zo. Na deze aflevering gaan wij een paar dagjes op vakantie. We gaan naar de Veluwe toe en dan zijn we precies op tijd weer terug voor de volgende aflevering. Ja. Maar ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. We gaan kamperen. We gaan samen kamperen in een tentje, zo heel dicht tegen elkaar aan. En wild kijken. Wild kijken? Ja. Wat bedoel je? Weet je niet hoe je moet wild kijken? Nee. Ja, ja. Wild kijken gaan we ook doen, hartstikke leuk. Maar voordat wij op vakantie gaan, gaan we allerlei leuke dingen doen in dit programma. En wat is dat onder andere? Nou, bijvoorbeeld natuurlijk de populaire moppenminuut. De moppenminuut, iedereen zit er alweer klaar voor ondertussen. En dan vind ik het wel leuk als we dan toch op vakantie gaan, dan wordt het onderwerp van de moppenminuut... Vakantie! Vakantie! Ja! Dat is en wat hebben we dan nog meer? De kijkersvraag, die komt ook voorbij. Ja, die is de kijkersvraag. Ingestuurd door Kimberly Visser van 9 jaar. Hebben jullie de koningin wel eens ontmoet? We zeggen nog niks aan het einde van het programma. Maar bouwen het een beetje op. Hebben wij de koningin wel eens ontmoet? De koningin. De koningin. En de koning dan misschien ook. Nou, we zien het dan. Zo, vind je vakantie is het onderwerp. Dat moet leuk worden, hè? Dat moet leuk worden. Vakantie. Het zit niet in mijn boekje. Heb jij iets? Het zit niet in mijn boekje. Het zit niet in mijn boekje. Ja, ik heb iets. Ik heb iets. Maar mag ik? Ja, mag ik? Ik heb een mop over vakantie. Het is wel leuk, want wij gaan op vakantie. En vandaar dat we ook in het thema vakantie natuurlijk ook moppen gaan vertellen. Is wel leuk. Want we dachten bij onszelf, is dat nou leuk? Als je nou toch wat moppen vertelt... Loopt die minuut nou al? Je loopt al. Ja, dat moet ik ook vertellen. Waarom gaat een slak nooit op reis? Geen idee. Omdat hij altijd thuis is. Ja, dat is zo! Hij heeft natuurlijk zo'n huis op zijn hoofd. Door, snel! Ja, volgende. Het is geel. Geel. En zwart. En zwart. En het vliegt bij de Chinees. Geen idee. En sambal bij? En sambal bij? Hey, waarom vliegt een vogel naar het zuiden? Ja, omdat het daar warmer is. Omdat hij geen zin heeft om te lopen. Oh, de tijd is voorbij. De tijd is voorbij. Nog één. We doen er gewoon nog even. We gaan toch op vakantie. Kan ons schelen. Nou? En nog eentje. Ken jij die man die op vakantie ging? Nee. Hij ging niet. Die mop. Je zegt het verkeerd. Je moet dus zeggen. Ken jij die mop van die man die op vakantie ging? Dat staat er. Die ging niet. Die ging niet. Dat was de laatste. Iedere keer als wij nog een mop buiten de menu doen, dan loopt hij niet. Dit is aan vakantie toe. Ik ben aan vakantie toe, dat gaan we ook doen. Maar niet voordat we de vraag hebben beantwoord. Want wat was het een leuke vraag? De kijkersvraag. Oh ja. Kimberly Visser van 9 jaar, jij vroeg aan ons, hebben jullie de koningin wel eens ontmoet? Ja, we hebben jullie lang in spanning gelaten, maar ik moet eerlijk zeggen, de koningin, maar toen was er nog de prinses, zeg maar, hebben wij ontmoet. Het was wel heel erg leuk, prinses Maxima was het toen. Ja. Hebben wij ontmoet, vonden we heel erg spannend, heel erg leuk. Staan we ook mee op de foto, is al een tijdje geleden, toen zag jij er nog jong en strak uit, ik nog steeds natuurlijk. Maar het is wel gebeurd, het is gebeurd, we hebben ze echt ontmoet. Leuke vraag, prijs. Prijs! Prijs. Daar win jij voor de Titus en Fien broodtrommel. Broodtrommel. En wat is dat zonder drinkbeker? Drinkbeker ook erbij. En de shampoo natuurlijk. En de shampoo ook en nog. En de bellenblaas. En de bellenblaas. En kikkertjes heb ik er ook oh, bij lekker. Gedaan. Komen naar je toe. Hartstikke lekker. Leuke vraag. Heb jij nou een vraag aan ons? Stuur die dan snel op naar titusenfien@vanhoorne.com of ga naar onze website www.titusenfien.nl. Wij gaan op vakantie. Ik zeg toedeloe. Tot volgende week. Doei. Dag stelletje oliebollen. Dag allemaal. Ja, op vakantie. Allemaal.